Harold, wij hadden iemand in de bus vandaag, hè? Ja. En wie is dat dan? Dat is, hoe heet die nou? Hoe heet die man alweer? Hij heeft gevoetbald bij Fortuna Sittard. En dat is een klein clubje in Spanje. Spanje, in Barcelona, ja. Ruud Hesp. En hij was toch ook de keepertrainer van Nederland zelf al? In 2010 bij de finale, ja. Bij de finale was hij er, ja. Ja. Oh, no, oh jezus, ik schrik me dood! Ik schrik ook. Het is hier een beetje gezellig in de bus, of wat? Hartstikke gezellig. Ja. We moeten hem wel zo dronken voeren, denk ik. Dat gaat vanzelf. Dat gaat allemaal vanzelf. Hey, de zin aan Ruud! Ik vind het geweldig. Ik wil het rock'n'roll leven eens ontdekken van jullie. En ik moet zeggen, toen ik net in de auto in de bus stapte, nou, toen had het al helemaal rock'n'roll. Ja. Dus ik ga kijken of de andere dingen er ook bij komen. Ja. Kun je nog drummen, Ruud? Dat blijft wel mijn grote passie, na het voetballen. Na het voetballen wil hij ook nog drummen, man. Nou, wat wil je dan weer? Nee, dat is... Bij anderen is het andersom, hè? Dan zijn ze muzikanten, dan willen ze professioneel voetballen. Dat is toch de droom van iedere voetballer? Ja. Het ergste moment van de avond. Ja. Ik ben god niet wat ze in gedachten hebben hier, maar. Daar. Moet je eens probleem afzien? Ja, probleem. No bier. Nee, koel. Koel ik, hè? Kijk, ik ga halen. Oké. Zeg wel krabbig, man. Nou. Ja, gewoon alleen van. Jij hebt een drankprobleem, jongeman. Ja, want ik heb inderdaad geen drank. Zal dat doen?
Arnold is hier een kunstwerk aan het maken. Dat heet De Berg van Ellende. Laat mij gewoon opstaan, Ruud.